In wijkcentrum De Brak in Lindeholt is donderdag een dierenvoedselbank geopend. Dit werd gedaan door de wethouder van Dierenwelzijn en door de directrice van de Dierenvoedselbank. Dierenwelzijn is vaak een ondergesneeuwd iets. En we weten allemaal hoe belangrijk dieren zijn voor mensen. Hè. Tegenwoordig ook in het geval van eenzaamheid en zo allemaal. Dus wij vinden ook dat iedereen gewoon gebruik moet kunnen maken, hè, van een huisdier. We gaan hem nu openen en ik ben jou zeer dankbaar voor alles wat je doet. Sowieso voor de mensen, maar vooral ook voor de dieren. Dankjewel. Hiermee is de dierenvoedselbank nu officieel geopend. Wat vonden de twee van de opening? Ja, hele, het is natuurlijk mooi om als wethouder hier beide te mogen zijn. Heel veel enthousiaste mensen en doet de wethouder dat goed? Super, echt super. Dus ik heb het nog nooit meegemaakt met de wethouder, maar ik vond het echt heel super. De voedselbank kennen de meeste mensen natuurlijk wel, maar een dierenvoedselbank, dat is voor de meeste mensen nieuw. Wat houdt een dierenvoedselbank nou eigenlijk in? De dierenvoedselbank houdt eigenlijk in, is voor de mensen die op de armoedegrens leven. Dus dan praten we over dat ze bij de voedselbank lopen, onder bewind staan. En daar, dan komen ze hier in aanmerking. Ja, een heel goed initiatief natuurlijk. Het is misschien jammer dat het nodig is, maar deze mensen zijn zo bevlogen. Sinds 2017 zijn ze er al mee bezig. Zelfs vanuit de kofferbak op de markt hebben ze voeding staan uit te delen voor de dieren. En deze mensen doen het met hart en ziel. De locatie voor de dierenvoedselbank is wijkcentrum De Brak. Hoe is de dierenvoedselbank hier terechtgekomen? Het is ons aangeboden. We zijn eens gaan kijken. En de eerste reactie had ik iets van, het is heel erg klein. Maar aan de andere kant had ik zoiets van, nou ja, beter dan buiten staan. Wat ze nu hebben kunnen onderbrengen in het wijkcentrum. Ja, dat is gewoon helemaal goed voor die mensen en voor de mensen die hier komen. Een vast punt, dus helemaal super.